Na de lunch rijden we verder naar Almeria. Zoals aan de gehele kust, maar zeker in steden, is het bomvol en het heeft even geduurd om een plekje te vinden. We moesten een aantal parkeerplaatsen aandoen en zigzaggen door de stad voordat we een plekje hadden gevonden. Niet de mooiste, maar voldoet prima voor een bezoek aan de stad. Wij hadden het nobele idee om wat sightseeing te gaan doen door de stad. Uiteraard hadden we ons hier minimaal in verdiept, dus kwamen we tot de conclusie dat ze druk aan het renoveren zijn. Ook dit standbeeld stond in de steigers, dus zijn we deze toch wat dubieuze buurt maar ingelopen. Hier gaan we het Moorse fort bekijken wat is opgeknapt met Europees geld. Zo'n 4,5 miljoen. Maar dan krijg je als Europeaan wel wat voor terug. Je mag gratis naar binnen. De drone was nog maar eventjes in de lucht en de twee bewakers hadden ons al in de smiezen. Met een aardig Spaans temperament werd ons vriendelijk verzocht de drone terug in de tas te doen. Nergens stond aangegeven dat je hier niet mocht dronen, maar die discussie zijn we maar niet aangegaan.
Als laatste noemenswaardige bezienswaardigheid hebben we deze ijzeren constructie bezocht. Een later losdok voor het kolentransport van de jaren geleden. De rails is betimmerd en dient nu als een toeristisch uitzichtpunt. Ook hier mag je niet dronen. Deze keer gaf de drone dat ook aan, wegens het nabijgelegen vliegveld. Echter hebben we de drone toch even snel de lucht in gegooid om een stukje te dronen. Daarom excuus voor de toch wat gehaaste beelden.